Hoi, ik ben Sjerbe. Ja, dat wisten jullie natuurlijk al. Vandaag moet ik het hebben over mezelf. Iets wat ik liever niet doe. Dus laten we beginnen bij iets wat ik dan liever wel doe. En dat is reizen. En vooral reizen met een beetje avontuur erbij. De wereld zien. Laten we beginnen met een filmpje daarvan. Iedereen heeft dromen. Zo ook ik. Jij hebt er vast ook wel een paar. Voor mij is dromen reizen, de wereld zien. En natuurlijk een droom is een baan binnen de media, als het op televisie of radio is. Het is namelijk ook een grote passie voor mij. Ik doe het al meer dan 10 jaar bij een lokale omroep in het noorden van Friesland. En daar zijn we nu ook. Ik neem jullie even mee naar het radiostation Radio 1 Horen, waar ik dus al 10 jaar vrijwilliger ben. Ik ben begonnen als klein jongetje, kleine klusjes allemaal doen. Langzaam uitgegroeid. Op dit moment ben ik hier sportcoördinator. Ik zit in de redactieraad en de technische commissie. Dit is de techniekruimte van Radio 1 Horen. Ja, hier besteed ik heel veel tijd in en dat gaat ook heel makkelijk, omdat het je hobby en je passie is en je hier later iets mee wil doen. En als je het dan hebt over welke waarden voor mij belangrijk zijn, dan is dat je respect hebt voor elkaar. Dat je rechtvaardig bent en elkaar kunt vertrouwen. En er zijn 2 voor mij eigenlijk heel belangrijk en dat is humor en plezier in het leven hebben. Uit de Belbin-test blijkt dat ik een onderzoeker ben en een bedrijfsman. Bedrijfsman kan ik me niet helemaal in vinden. Ik heb geen 9-tot-5 mentaliteit. Maar aan de andere kant ben ik wel weer een harde werker en ik wil alles eruit halen wat erin zit. En als je dan kijkt naar onderzoeker, kan ik me er wel in vinden. Ik wil altijd alles weten en ben enorm nieuwsgierig. Dat is ook een van de redenen dat ik dus bij de radio zit. Hier goede middag, het is 3 minuten naar de klok van 3. Wolken bij Nijhoeren, Radio 1 Horen Sport. Waar jij eerst op een voetbalveld, waar het spannend is, Francis in Haas, Theo Smit. We steeds zien je niet in dus bij de wedstrijd. Dadelijk volle meer amateurvoetbal en natuurlijk een beetje keertsnijs. Maar wij beginnen met muziek, leuke muziek. Nijen van Anouk, met Dominique. Ja, dit is dus wie ik ben. Sjerbe Witteveen. Ja, dat is het. Eigenlijk. Gewoon een beetje. We zien al achter. We zien helemaal 100 punten. Weet je dat ook even? Dromen heeft iedereen. Zo heb ik ze ook. Er is iets van de weer. Hij staat er zo in die papiertjes. Dat is ook een grote passie voor mij. Ik doe het al meer dan 10 jaar. Bij de lokale... Dat is ook een van de redenen dat ik dus wel bij de radio wil. Dit. Hij ging zo.